maak heel graag veel lawaai. Ja. Maar ik doe ook graag, ja, andersom, rustiger dingen ertussen die iets heel vertellend kunnen zijn. Die... Ja, want even een micro iets rechter aan. Ja, ja. Ja. Zo. Maar je speelt dan ook, ja, gelijk nu, hè, ook gitaar. Doe je dat dan tijdens de theatershow ook zelf, instrumenten? Ja, ik schrijf alle nummers zelf op gitaar. Dus ik zing bijna... Ik denk dat ik alles met gitaar zing. Allee. Ja, het is heel anders dan de New Radio Kings. Allee, het is soms ook heel swingend en dansbaar en plezant. Ja. Maar er zijn ook veel, ja, rustigere, donkerdere of intiemere songs. Ja. Zeg, de New Radio Kings, daar ben je 2 jaar geleden eens voor hier geweest. Ja, ja. Dat was dan iets heviger, Engelstalig. Ja, dat was een jaren 50 big band die we in het leven hadden geroepen. Eigenlijk om eenmaal op tournee te gaan. Omdat ik een grote liefde heb voor de muziek van de jaren 50. De Sinatra's, ga zo maar door. En wij hadden voor dat project een EP'tje opgenomen. Dus 5 nummers. En die werden zo goed ontvangen op radio, dat wij van Sony Music, onze platenfirma, de vraag kregen: kunnen jullie geen volledig album maken? Ja, ja, ja. Dat hebben we gedaan. En vervolgens zijn we daar gewoon 3 jaar mee op tournee geweest. En heel, heel fijne concerten gespeeld. Mm-hmm. We voelden zelfs ook het buitenland op een bepaald moment lonken. Maar dat heb je niet gedaan. En we hebben dat niet gedaan. Waarom? Omdat we zo'n beetje het gevoel hadden van, ja, het is een project. Maar het is niet, misschien niet, als je ons vraagt, hè, want ik spreek over we, dat was dan Thomas de Prins, de pianist, en ikzelf die het project leiden. We hadden het gevoel van, we willen ook nog andere dingen doen. Ja, ja, ja. En die willen we op dit moment dan weer voorrang geven. Ja, tuurlijk. Heel wat mensen die koppelen jou ook nog altijd aan El Tatu del Tigre. Ja, dat was ook zo'n gigantisch project. Ja, maar daar zeg je het, hè, voor je het weet. Allee, ik geloof wel dat als je dingen doet, omdat je daar zin in hebt. Je moet natuurlijk ook... hier zie je het. Hè, ja, ja, ja. Ja, dat was een heel, heel mooi orkest. Het zijn trouwens een aantal van dezelfde muzikanten die nu nog altijd in mijn band zitten. Ah, ja, ja. Ja, ja, ja. Ook nog bekende, want ja, daar zit iedereen echt in. Adriaan van den Hoog zit hierin. Ja. Nee, de mensen die het publiek misschien nu kunnen kennen, is de drummer Bert Huizentruit, mm-hmm. die evenzeer ook bijvoorbeeld in The Broken Circle Breakdown meespeelt, als acteur dan. Ja, ja, ja. En hij is ook acteur in Zingaburia of Koning Lou, geloof ik nu, nieuw op VTM ook. Maar hij is een ongelooflijk getalenteerde muzikant, een hele geestige mens. Ja. En de baritonsaxofonist van El Tatu del Tigre, Mark de Mazeneer, die lang de man is ook geweest van Eva de Roveren, die is ook een van de stuwende krachten ook van deze band. Maar toen daar ook al. Ja, dat was wel een heel bezetting, hè? Toen waren we met 28. Oh. En dat is eigenlijk een wonder, hè? Want als je nadenkt, we hebben 10 jaar bestaan. Ja, dat is lang, hè? Dus we hebben 4 platen gemaakt. De eerste plaat was gewoon een soort van, ja, laat ons een eerbetoon maken aan de grootmeesters van de mambo, Tito Puente, Perez Prado, die grote kleppers. En daarna, de tweede plaat, hebben we de songs allemaal zelf geschreven. Ja, ja, ja. Dus daar is toen wel ook zo de microbe erin geslopen van, oh ja, in Tengel zijn zo met een big band. En het was ook natuurlijk, doordat die band stopte, eigenlijk was het een van de muzikanten die aan mij zei van, ja, maar je moet wel blijven zingen, want dat past zo goed in je stem. En, dan, ja, ja. En ik dacht, ik beleef er ook wel heel veel plezier aan. Misschien moeten we zo 1 tourneetje doen. En dan ben je weer 3 jaar verder. Toch dus, ja. Zeg, ook daar zagen we je zus opduiken. Is toch ook niet min die zeker tegen de sterren op tegenwoordig laat daar ook helemaal gaan. Ja. Ja. En nog 20 euro in mijn vesten. Kan ik hier gaan shoppen voor een nieuw kostuum? Dat is per geste. Ik ging vorig weekend een keer goed op shock. Het zwintje door de vierten jagen. Wok, wok, wok. Ik moest een nieuwe broek nemen en mocassins. Maar weer in occasie, anders is het dierentje. Ik vond een kostuum van een moeder. Loopt ze zo in de hof bij u thuis langs de grond? Ja, exact zo. Ja. Met een muts en een grijze baard. Nee, het is iemand met heel veel fantasie. Hè. Ik kan het er heel goed mee vinden. En, ja, heb jij dat ook zo, die humor? Zou jij dat ook kunnen, zo dingen nadenken? Ja, zeker. Allee, we hebben samen ook jaren natuurlijk de kakkewieten gehad. Hè. En dat was alleen maar van dat. Dus ik denk dat dat eigenlijk meer mijn echte biotoop is. Dan moet je het proberen ook ergens. Wel eens hebben, want bijvoorbeeld de Ivan Picnic, die zat bij mij ook in... ik heb Studio Hermantijn gedaan. Ja. Die zat in mijn jaar. Oh. Toen waren wij hele goede vrienden. En af en toe kom ik hem nog tegen en dan zegt hij van, ja, maar wil jij eens niet meedoen? En wie zou je dan willen nadoen? Wel, dat vraag ik mij ook af. Uw zus? Je moet natuurlijk... Ik zou ons dingen kunnen nadoen. Dat is gelijk zo... Clara Kleijmans heeft ook Jelle gedaan. Ja, ja. Dat vond ik wel grappig. En trouwens ook, ons Tine doet nu ook soms Johan Heldenbergs.
Ja. En dan heeft ze zo, hè, dat wel langer haar en zo'n baard. Maar dan doet hij eigenlijk gewoon een beetje bijna. Maar dan zo wat meer wat schil kijken en wat zo erbij. Dan zie je de gelijkenissen echt. Ja, ja, dat vond ik heel goed. Ik ben ook gaan kijken in de Lotto Arena. Dat was goed, Martijn. Ik vond dat heel, heel goed. Ik, ja. Ik moet bekennen dat ik zo wat sceptisch er tegenover stond. Want ik dacht van ja, ik vind niet alle sketchjes even goed. Maar het was super. Het was super grappig. Ja. Het tempo zat hoog. Het was... ja. En komt zij ook naar jou nu kijken? Ja, 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 maar ze moet nu heel veel spelen, want ze is ook op tournee met Guido Belcanto. Ah, oei. Dus...